sterren in zitten. Ja. Er zitten dus miljarden zonnestelsels. En dat, die zonnestelsels die zijn ook weer. Nou ja, waarschijnlijk is dat het oneindige. Het oneindige wil gewoon zeggen dat dat dus oneindig is. Ik bedoel, dat gaat gewoon in. Ja, maar wat is oneindig? Dat is natuurlijk de vraag van de meeste mensen. Van de zeur, van de zeikers. Ja, nee, ja, van de mens. Ik bedoel, wij zijn de mieren. Mieren in het. Nee, maar ik vind het wel mooi. Hij heeft namelijk altijd al bezig geweest. Ja. Met de grootte van de grond. Ja. Hij heeft toen. Ik heb altijd gedacht dat wij als als je zeg maar een klein dingetje, als je een klein dingetje hebt, dat je een element, zeg maar, weet je wel, een atoom waar dingen. Had hij het al, had jij het ook? Toen ik op de lagere school zat, had ik het al over. Wij zitten bij wijze van spreken gewoon in zo'n klein atoompje van of die lepel of weet ik wat, maar we liggen gewoon ergens rustig. Zitten wij met ons hele stelsel. Dat wilde ik net zeggen, dat heeft broeder Constantius in de tweede klas al verteld. Constantius, kan je dat die vertelde. Ja, die vertelde dus. Zie je hier die stoepen? Ja. Houten stoepen. Ja. En dit is een atoom. Uit zoveel miljoenen atomen. Ja. Eén zo'n atoom. Dat is dus het hele. Ja. Dan kun je nagaan hoe groot het moet zijn. Ja. Ik vind dat op zo'n jonge leeftijd. Dan beseft je gelijk wel hoe groot het heelal moet zijn. Ja, dat is leuk.